Maandag is de gemeente Tilburg begonnen met het saneren van de bodem op de heuvel. Een tijd geleden is daar namelijk diesel gelekt door een vrachtwagen. Hoewel de diesel direct is opgeruimd, kon niet worden voorkomen dat een deel weglekte naar de bodem. De vervuilde grond wordt daarom de komende tijd vervangen door schone grond. Volgens de gemeente duren de werkzaamheden zo'n 2 tot 3 weken. In die periode kan het zijn dat je in het gebied een olie- of dieselgeur ruikt. Maar dat zou niet schadelijk zijn voor de gezondheid.